Of toch liever eentje met assenpoester? Jij mag kiezen. Assenpoester! Jij bent een vrolijke struik. Ik zal jou eens wat vrolijks vertellen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Wie lust er graag taart? Ik en ik! En ik dan? Dat dacht ik al. Iedereen lust wel een stukje taart. Wolf ook. Hij had een list bedacht. Hij trok met een verfkwast een dikke witte streep over het bospad. Dit is de grens van het Sprookjesbos, zei hij. Hallo! Het Sprookjesbos heeft helemaal geen grens! Precies. Maar Wolf ging wel grenswachter spelen. Als iemand over de witte streep wilde stappen, moest hij betalen met een slagroomtaart. Oh, wat gemeen! Roodkapje moest over de witte streep, wilde ze naar grootmoeder toe. Nou, als ik er toe geweest was, had ik Wolf wel een poepie laten ruiken. Roodkapje probeerde stiekem over de witte streep te sluipen, maar Wolf had haar gezien. Hij dacht bij zichzelf, als Roodkapje me een taart